Hallo reviewvrienden. Ja, het wordt weer tijd voor een reviewtje zeg. God, heb ik er al veel gemaakt niet? Ik weet echt niet meer hoeveel het er zijn. Tientallen. En oh, wat worden ze toch weer goed bekeken. En trouwens nog bedankt voor de steun hè, op janroos.backme.org. Janroos.backme.org. Een paar eurotjes, kun je me helpen dit soort dingetjes te maken. Is niet enig. Nou, laten we eens even kijken wat ons Achmetje heeft opgestuurd. Wat zit er in het doosje? Oh, twee doosjes met eten. Dit keer geen noedels uit Azië, maar noedels uit Italië. Gewoon pasta, creamy cheese pasta. Dat is deze. En dan hebben we tomato en herb pasta. En dat is die. Deze zien er wel heel goedkoop uit. In 5 minuten klaar. Verwijder het deksel. Voeg er kokend water bij tot de indicatielijn. Nou, dan even een tijdje roeren. En na 5 minuten... Nou, dan kun je even lekker pastaatje eten. Waar de Aziatische variant, namelijk de instant noodles, bekend staan als... Nou, eigenlijk best wel heel erg lekker. Is die van de pasta uit Italië meestal niet te bikken. Nou. Twee bakjes hondenvoer. Even water halen. Pannetje kokend water tot de indicatielijn. God, het pannetje lekt. Doen we maar even zo. Hoppatee, even 5 minuten wachten. We zijn 5 minuten verder. De pasta is wel, ja, laten we zeggen, opgezwollen. Ik zie alleen niet waarom dit dan een gewone pasta met saus is. Het lijkt eerder gewoon een pasta soep. Heel veel saus, nou ja, vocht met pasta. Hier net zo. Maar goed, het draait natuurlijk om de smaak. Even een lepeltje. 1, 2, 3... Nou, zullen we gewoon beginnen met de pasta met tomaat? Ja, het is, er zit gewoon pasta in. En er zit een beetje rode saus in hier. Maar saus, het is wel rode sap. Dus laten we eventjes een hapje nemen. De pasta, ondanks dat we 5 minuten hebben gewacht, heel netjes, is nog niet helemaal gaar. Dat zie je ook wel. Sommige zijn wat uitgezet, andere dus nog niet. Er zitten een beetje harde stukjes in. Maar dan gaan we eventjes naar de tomaten. Nat kijken. Dit is dan tomatensap met kruiden. En dit smaakt gewoon naar een niet echt goed gemaakt tomatenkuppensoepje. Het is ook niet zout. Meestal is het ramzout. Maar dan smaakt het tenminste naar iets. Dit is niet echt ramzout. Het smaakt ook niet echt naar tomaat. Nou heel ver. Dus naar zo'n aanmaaksoepje. En de kruiden waar ze het de hele tijd over hebben. Droogde basilicum en gedroogde peterselie. Nou, zowel de basilicum als de peterselie is geen spoor van te vinden qua smaak. Er zitten hier wel in dat... dat lichte tomatensoepje zit hier wel een soort van donkere stippies. Wat die kruiden zouden moeten zijn. Smaak, nul. Dit is niet tevreden. Ik zou je sterker vertellen, ik verkies de blaffende honger boven dit bakje prut. Het is verschrikkelijk. Creamy cheese pasta. En wat zie ik hier? Hier is de saus dik geworden. Het heeft een beetje de behangplaksel situatie, maar dit is gewoon vocht. Dan gaan we eens even kijken wat er hiervan terecht is gekomen. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik snap niet dat ze een zoutloos product hebben gemaakt. Hier zit ook helemaal geen zout in.
Terwijl het zelfs nog creamy cheese is. Nou, als je dus goedkope kaas proeft, is je eigenlijk alleen maar zout. Want er zit er helemaal geen smaak aan. Dit heeft eigenlijk ook bijna geen smaak. Waar het niet dat je wel ergens het idee van kaas hebt. Ook dit is meer pasta met een soort smakeloos sapje erbij. Zou ik, als ik niet helemaal zou opletten, deze wel leeg bunkeren. Want ondanks dat het niet helemaal juf en het is, en ondanks dat het niet helemaal goed gezout is en gepeperd, ik bedoel, de smaakmakers ontbreken, is die creamy cheese bun plaksel in combinatie met die slappe niet zeggende noedels, of tenminste pasta, eigenlijk best wel lekker. Deze fantastische pasta bekers, die zijn trouwens te koop bij The Action. Dus als je toch goedkope Chinese meuk koopt, kan je ook deze potjes daar kopen. Ik zou deze lekker laten staan, net als de meeste meuk daar. En deze kan je best meenemen, hoef je niet voor te schamen. Nou, je moet je er wel voor schamen, dat is niet tevreden eigenlijk. Maar als je dan toch denkt, ja, ik moet wat eten en ik heb nergens zin in, behalve een beetje ergens kokend water op te flikkeren, pak dan deze. De pasta met tomaat en kruiden, die is niet te hakken. Die krijgt gewoon een 4. Het smaakt nauwelijks naar tomaat. Het smaakt nauwelijks naar kruiden. En dat is toch een beetje vreemd als je een kruiden tomaatpasta neerzet. En verder is de saus niet dik, maar gewoon rood water. Deze is eigenlijk ook verschrikkelijk. Maar je eet het toch op. Het is toch een beetje die kaasgeur die erom vraagt. Eigenlijk de totale nietzeggendheid. Als ze hier iets meer zout en peper in hadden gedaan, dan had ik het echt gewoon helemaal dingen tot de bodem opgegeten. Met spijt wel, dat je denkt, wat heb ik nou gegeten? Maar met deze wil je niet opeten. Maar deze heb je best wel zin om uiteindelijk hier toch lekker zo'n heerlijke hap met pasta en kaasplaksel. Deze, die krijgt mij toch een 6. Ja, het is ongelooflijk. Mocht je smakeloos zijn en niks van lekker eten begrijpen, maar wel een gevuld buikje willen hebben, hop op naar de Action en eventjes een container van deze halen. Dat zal denk ik gezien de Action een cent of 34, 35 zijn. Ja, lekker man. Nou, smakelijk eten. En mocht je echt lekkere pasta willen, dit niet doen. Oké. Buongiorno.